Deze beschouwing. Die gaat over integratie van migranten. en journalistiek. En in de titel heb ik denk ik. de naam genoemd van Wiert Duk. Wiert Duk is een Fries. En opgegroeid in Nederland. Hij heeft overal gewoond, ook in Zeeland. Hij is mijn leeftijd. Hij is ook geboren in 1959 en hij is journalist en hij geeft een interview bij Café Weltschmerz. Wierd Duk is uh, een journalist bij De Telegraaf, hij heeft ook boeken geschreven. Ik heb even gekeken op Wiki, want ik kende die naam helemaal niet, die man dus ook niet. En Weer Duck vind ik nou als een typisch voorbeeld van zo'n journalist. Die denkt dat hij als journalist uh, ja, verhaaltjes schrijft die mensen leuk vinden om te lezen. Dus niet uh, iemand die onderzoek doet. Die niet uh, diep gaat in de feiten ofzo. Hij weet het eigenlijk allemaal al. En dan heeft hij het in dit interview. Wat de. Met. Under Kaya. En Under Kaya is denk ik. Een, iemand van Turkse afkomst. En die praat heel goed Nederlands. Hoor. En in dat, dat interview. Heeft als titel. De mislukking van integratie en burgerschap. En daarin. Ja, zitten ze, zowel Wiert Duk als Unterkaia ja, beamen dan dat er van alles helemaal niet goed gaat met de integratie van buitenlandse mensen in Nederland. Ja, niet dat iedereen mislukt daarin, maar grote aantallen, uh, ja, de tientallen percenten, niet. Die willen dat ook helemaal niet. Ze vinden onze maatschappij verachtelijk. En ze zijn niet dankbaar. Voor de kansen die ze hier krijgen. Ze vinden dat ze er recht op hebben. Ze maken misbruik van Nederland. Dat zegt Wierd Duk. En dat beaamt Under Kaya. Ja, ik neem aan dat. Ik neem aan dat het zo is. Ik ken buitenlandse mensen en die maken misbruik. Dat doen ze. Ze zijn hier naartoe gekomen en ja, hebben dan ontdekt dat ze niet zo'n zin hebben in het werkende bestaan en brengen de dagen door met ja, rondhangen en, en uitkering. Een stuk of vijf ken ik er, denk ik. Van de buitenlandse mensen die ik ken, zijn, ja, heeft het merendeel heeft een uitkering. Maar dat kan ook komen doordat, ik, doordat de buitenlandse mensen met een baan. Dat ik die niet ken, omdat ze namelijk een baan hebben. En ik heb die mensen leren kennen in het café. Dus daar zit een vooringenomenheid in. In je selectie van de mensen. Maar het gebeurt, dat weet ik. Dus daarin heeft Wiert Duk en Under Kaya ja, hebben die twee gelijk. En dan kan je het erover gaan hebben. Het punt is dat je als journalist ding je de grotere lijnen in de gaten te houden. De geschiedenis te zien. en dat wat nu gebeurt. te plaatsen in. in de historie. Kijk, nu hebben wij dat probleem. met het Mohammedaanse extremisme. maar. in hoeverre is dat eigenlijk een probleem? Behalve dat je het. Op tv ziet. Een ISIS en zo. Hey, ik heb hier een jongen op bezoek gehad. Die staat op perry7.nl, daar kan je het interview vinden. Die heet Adnan. Die komt uit voormalig Koerdistan. En Koerdistan, dat is een regio. en die is bij de vrede van Lausanne. Kijk, ik heb mijn geschiedenis namelijk. Tijdens de vrede van Lausanne is Koerdistan opgedeeld in vijf delen. En één deel is gegeven aan Wit-Rusland, één deel is gegeven aan Iran, één deel is gegeven aan Irak, een deel is gegeven aan Syrië, Hebben heb ik nou gehad, vier stuks ja, en het vijfde deel is gegeven aan Turkije. Bij de vrede van Lausanne. Nou, dan mag weer Duk mij gaan vertellen wat hij hiervan weet. Namelijk helemaal niks. En anders zou hij toch daar zich er even op zijn kop hebben gekrapt. Want wat heeft nou het verdelen van de regio Koerdistan te maken met de vrede van Lausanne, die erom ging dat er een niet langer oorlog was tussen Turkije en Griekenland? Ja, en dit is geschiedkundige kennis. Die Wiert Duk niet heeft. En als Wiert Duk dat zou hebben. als geschiedkundige. dan zou hij ook zeggen. Van, ja, kijk. bij de vrede van Lausanne. wat een, een vredesverdrag was tussen uh, Griekenland en Turkije. Uh, wordt er even een ander stuk land. Uh, ook in stukken gehakt. en daar gaan we het ook even over hebben. Dus Wit-Rusland kreeg een stuk land erbij. omdat Turkije en Griekenland vrede hadden gesloten. Uh, dat is nog een keer gebeurd hè. In 1993 namelijk, toen er een vredesakkoord getekend werd tussen de Palestijnen en de staat Israël. Toen is een deel van Jeruzalem gegeven aan de paus. En de paus die niets te maken had met dat conflict, mag je hopen, hè? de paus Vaticaanstad, die had er dan niks mee te maken. En die krijgen dan een stuk land. Ja. Omdat er een vredesverdrag is getekend tussen Israël en uh, de Palestijnen. Dat was Yasser Arafat en Begin of zo. Of Pires, nee. ik denk Pires. Shimon Peres. Nou, zo is Koerdistan gegeven aan uh, Rusland, Iran, Irak, Syrië en Turkije. Wie of wie zaten erachter? Nou, die jongen uit Koerdistan, die vertelde dat dus aan mij tijdens het interview. Hij kent de geschiedenis wel van Koerdistan. Weet gek, hij is er geboren. Hij is dus geboren in uh, toen al dat deel... Want die vrede van Lausanne was ergens aan het begin van de 20 e eeuw en hij werd geboren in Koerdistan. Maar dan het deel wat aan Turkije was gegeven. Nou, toen is hij vanuit die locatie hier naartoe gekomen. Terwijl ze in Koerdistan... Kijk, ja, in Koerdistan, voordat die regio verdeeld werd tussen die vijf landen, daar had men geen ruzie. Ook was het zo dat daar niet echt een staat was. Het waren uh, allemaal kleine dorpjes en ieder dorpje had wel wat. En ja, stromend water en elektra, en, uh, dat hadden ze allemaal niet. Maar dat hoeft er ook niet. Het was achterlijk gebied, uh, boerengebied, uh, ja, eenvoudige mensen, eenvoudig bestaan. Anyway, Adnan komt dus hier en die vertelde dus bij mij hier op de bank dat die ISIS-strijders dat die naar Syrië gingen via Turkije. Turkije is een NATO-land, dus via een NATO-land trokken de ISIS-strijders naar Syrië toe. Alsjeblieft. Kijk, het is allemaal leuk dat je het hebt over islamitisch of mohammedaans extremisme met bommen en granaten. Kijk even naar de feiten. En dan nu wordt er ook gezegd met het immigratiebeleid, dat is onder andere, wie was dat? Rob Jetten van D66. Van ja, ISIS is dan nu al verslagen in Syrië, maar die Assad. Dat is ook heel vervelend. En uh, ja, onder Assad wil je niet. Uh, wil je niet. Uh, wil je niet. Dus daarom mogen die Syriërs dan nu naar ons komen. Dus, uh, het was eerst omdat het ISIS was. En dan nu mogen die Syriërs hier naartoe omdat Assad daar zit. Ja, ja. En waar gaat het nou om? Ik heb nog nooit uh, vanuit Syrië, vanuit de Syrische bevolking, een kritiek gelezen gehoord op hun voorganger Assad. Sterker nog, ik heb alleen maar positieve dingen gehoord over dingen zoals dat Assad het niet belangrijk vindt dat iedereen hetzelfde geloof heeft. Als hij de baas maar mag zijn en een mooi kasteel mag bouwen, dan vindt hij het al lang best. Oh ja, en dat niet iedereen onderling ruzie gaat maken, daar houdt hij ook niet van. En al die berichten in de krant dat Assad die zou gegooid hebben met chemische wapens. en dat blijkt dan later helemaal niet waar te zijn. En, hè? Waar heb je het over? Wat is eigenlijk Mohammedaans extremisme? En dat de mensen van de immigranten die hier naartoe komen. Die dus hier naartoe komen op de vlucht voor extremisme waar de NATO mogelijk achter zit. Om Assad te wippen? Daar lijkt het dan op. Hè? Dat ze, eigenlijk is het dus niet zo'n zeer probleem, een probleem met ISIS. Nee, het probleem was met het feit dat Syrië een mooi stukje land. Dat werd gerund door iemand die ja, een beetje de John F. Kennedy van het Midden-Oosten uit wil hangen. En die nog steeds niet doodgeschoten is ja dat hoor je goed John F. Kennedy, dat was de president van Amerika. dat weet weer Duk ook niet. het is best ergeluk hoor. maar <laughs> John F. Kennedy was de president van Amerika, netjes verkozen met verkiezingen en zo. En de jongens, de jongens en meisjes van de wereldorde, van degenen die de baas zijn, die hadden Kennedy uitgekozen: van ah, laat hem het maar worden. Dus die kreeg allemaal geld, die werd gesupport en die was vervolgens president van Amerika. En toen zei John F. Kennedy tegen het Amerikaanse volk: eh, Ik ben jullie president en we gaan het even lekker regelen op die manier die het best is voor het Amerikaanse volk. Ja, maar dat is de bedoeling niet. Het Amerikaanse volk, uh, daarvan was de bedoeling dat het netjes oorlog zou gaan voeren, daar waar de jongens en meisjes van de wereldorde dat nodig achten. Bijvoorbeeld in Vietnam, waar Amerika helemaal geen donder mee te maken had. In 1955 is de Amerikaanse betrokkenheid met die oorlog in Vietnam begonnen. 1955. Ja, ik weet dat wel, maar wie dukt niet? En in 1955, in die jaren, heette de oorlog in Vietnam, dat heette ook Spelly's War. Vernoemd naar kardinaal Spelman. En kardinaal Spelman is niet van de protestante kerk. Want die hebben geen kardinalen. Dat is van de katholieke kerk. Van de universele kerk. Van de globalisten. Kijk, en meneer Wierd-Duk weet daar geen biet van. Helemaal niks. Ja, maar Perrie, hoe kan jij het dan wel weten? Ja, omdat ik niet alleen internet heb, maar dat ik het ook gebruik. In 1999 is er een boekje op de markt gekomen en dat is in PDF vorm <tie> te downloaden. Hinterladen zeggen de Duitsers dan. <tie> Omlaag te laden. Moet je eigenlijk zeggen, maar wij in Nederland zeggen gewoon downloaden. Ja. En het heet: uh, De heersers van het kwade. Rulers of evil. Het is geschreven in het Engels. Het is ook vertaald in het Duits: Herrscher des beuzen. Ja, maar dat heeft meneer Wiereduk niet, hè? Nee. Dat kent hij niet? Dat is een hele prachtige, geweldig prachtige, kort en krachtige. Een prachtige, kort en krachtige samenvatting van de wereldgeschiedenis. Vanuit de optiek wat heeft de katholieke kerk waar en wanneer uitgevroten en wie was daarbij? Ik sprak een aantal jaren geleden. Ik, ik ben dus gestopt met alcohol drinken en ik kom dus niet meer in de kroeg. En. Nou ja, dat heeft heel veel positieve kanten. Een negatieve kant is dat je allerlei mensen niet meer spreekt. Hè. Maar dat moet er maar Misschien dat ik nog een keertje ga. Je weet het niet. Anyway, ik zat er op het terras en. Iemand die al eerder aan mij had verklapt. dat hij vrijmetselaar was. En met hem kon ik leuk kletsen. By the way. Ik vond het ook heel eerlijk van hem dat hij zei. Nou, ik ben vrijmetselaar. Mag hij eigenlijk helemaal niet doen van zijn orde. want je moet het geheim houden. en bla bla bla. Maar hij deed er niet zo moeilijk over. En met hem kon ik leuk kletsen. En nou, ik ben dan christen. Hè, bijbelgelovende christen. Ja, kortom. Uh, ja, hij is dan uh, van de ene connotatie, denotatie, geloofstroming en ik van de Ware. <laughs> Sorry, ik moest er even uit hoor. <laughs> Goed, dat kan ik ook gewoon tegen hem zeggen. Ja. Je hebt gewoon christendom en de rest zijn allemaal heidenen. Ja, punt. Ja, voor mij is dat duidelijk, maar goed, maar hij moet er allemaal om lachen en zo. Dat vind ik ook best. En dan vroeg ik aan hem, want, want ik beledig hem niet, hè? dus ik noem het gewoon eidendom. Punt. Ja, het is maar een naam, en daar kan je ook trots op zijn. Ja. En vrijmetselerij, ja. Ik, ik heb het niet belachelijk gemaakt daar op het terras, dat vind ik flauw. Dan pak je iemand op. Nou, nee, dat doe ik dus niet. Maar vrijmetselarij, daarvan weet ik dat. Ja, het wordt met zoveel woorden ook wel genoemd. de protestante tak. van de contra-reformatie. Nou, daar moet je even goed over nadenken. wat ze daarmee bedoelen. Maar de reformatie is in gang gezet. toen. ...de boekdrukkunst uitgevonden was. Het is heel belangrijk dat die er was. De boekdrukkunst was uitgevonden... ...door die uh, dinges... Uh, ...huppeltje berg ook hè. En... ...toen die boekdrukkunst er was... ...toen kwam Maarten Luther... ...met zijn 95 stellingen... ...tegen de katholieke kerk. En toen begon de reformatie... En ja, gesteund dus door die boekdrukkunst... zodat er dus heel snel uh, dingen vermenigvuldigd konden worden. Hmm. Degene die toen de touwtjes in handen had... die, uh, nou, die vond het helemaal niet leuk... en die is zijn eigen beweging daartegen begonnen. En dat heet de Contra-reformatie. En de Contra-reformatie, die had hun doel gericht op die ge bijbelgelovende mensen. Een pijlen gericht op de bijbelgelovende mensen. Die zich aansloten bij het protestantisme. Hè, die dus de, de protestbeweging ondersteunden. Aanhingen. Ja, daar was de contra-reformatie primair tegen gericht. Hè. En binnen de contra-reformatie hadden ze een tak... En dat waren geen bijbelgelovende mensen. En die, hebben die, of ja, die waren dan gericht op die, ja, die. Je hebt dus. Even de plaatjes zien. Hè? Je hebt die club, dat is de katholieke kerk, de universele kerk. Ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken, maar het gaat om de universele kerk. Dat is het probleem. Iets wat je niet nodig hebt. Dat is een overbodig instituut. En alles wat je niet nodig hebt, dat moet je van je afdoen. Maar het dat, dat is een politiek concept. Dat zit erachter. En heel succesvol. Het is een groot probleem voor de mensheid. Nou, die universele kerk die is de baas. Dan komt daar dus die. Die reformatie, aangesticht door die 95 stellingen van Luther. Maar daarvoor was er nog meer, Jan Hus en Tyndale. En daarna ook nog Wycliffe, noem het maar op. Het gewoon allemaal te rommelen onder de gelovigen. En dan vanuit de gelovigen had je dan de contra-reformatie. om die boel te bestrijden, om die protestanten te bestrijden. Ja, dan kan je die protestanten bestrijden vanuit het geloof. Maar wat je ook kan doen, is dat je die protestanten bestrijdt. Vanuit, noem het maar. Een, 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 een beweging die niet van de kerk is. Dus vandaar protestant. Ja. Een soort oppositie tegen de kerk. Dat je je een eigen. dat je een eigen oppositie aanstuurt. Dat was de vrijmetselarij. De vrijmetselarij. die wijst iedere vorm van. van religie wijst dat af. Je, je moet een opperwezen erkennen. En voor de rest moet je niet afdoen. Het lidmaatschap van de Vrijmaatsalarij was officieel bij de Katholieke kerk een reden tot excommunicatie. En excommunicatie betekent dat je buiten de commune wordt gedonderd en je eruit wordt gezet uit de kerk. En momenteel zullen mensen daar zich niet veel van aantrekken. Maar vroeger was dat heel verschrikkelijk. Dan had het ook ernstige sociale consequenties voor jou. En zo was de vrijmetselerij. Dit wordt gezegd. Hè? En daar zijn aanwijzingen voor, by the way. En zo is de stichter van de Beijers Illuminatie, Adam Weishaupt Een naam waarvan ik denk dat wie het duk die dus niet kent. En dat is alleen maar een verhaaltjeschrijver. Ik hou van die leuke praatjes voor het slapen gaan. En hij is. Uh, uh, ja, ik zeg het tenminste nog eerlijk bij. Maar hij beweert dan dat hij uh, journalist is. Maar als journalist dien je nogmaals je geschiedenis te kennen en zo. Hè? Anyway, met die vrijmetselaar zat ik dus te kletsen en ik vroeg aan hem: wat is de oudste, grootste en machtigste, rijkste, politiek machtigste? Dus hè? wat is dé organisatie van deze wereld volgens jou? Want er zijn mensen die beweren dat de vrijmetselaars achter de aanslagen van 11 september zaten. Nou, om dat laatste moest hij ook lachen. Ja, daar waren wij niet, zei hij. Nee, dat geloof ik ook niet. Ik zeg maar, wat is nou de allergrootste, machtigste, rijkste, oudste organisatie van deze wereld? Nou, daar hoefde hij geen seconde over na te denken. Zijn gezicht werd onmiddellijk. Ja, dat kan je gelijk zien, hè? Dat iemand wist van, dat ik je aan het gezicht kan zien. Oh, dat wist hij dus. In één keer, hij keek me met hele rustige ogen aan. Hij zei met een glimlach: Hij zei, Dit is de katholieke kerk. Ja. Dat is het ook. Kijk, en daar hoort Wiert Duk van te weten. Dat boek Rulers of Evil, dat, dat hoort hij gelezen te hebben. Al was het alleen maar omdat het een hele goede samenvatting is van dingen die je in andere boeken ook kan vinden. En Rulers of Evil, om het even te, in het kort te vertellen, dat is geschreven in de jaren negentig. Daar is ongeveer tien jaar aan gewerkt door een man die een bestseller had geschreven. En dat was iets met. Uh, Weet je dat nog? Iets met Wall Street was het. Dinges on, dinges on Wall Street. Of Main Street. Die, die auteur die heet Frederik Tupper Saucy. Saucy op zijn Engels, maar het is eigenlijk Saucy. Het is een hugenotennaam. En de hugenoten dat waren protestanten. Te weten, Calvinisten. Volgelingen van Calvijn. En die zaten toen in... Frankrijk. En daar werden ze vervolgd. Hier in Arnhem hebben we ook een Huguenotenkerk. Dat is van de Fransen die hier naartoe kwamen. En die hebben hier een heel leuk kerkje gemaakt. Die woonden daar om de hoek. Ja, ik ken mijn geschiedenis. Maar Roet Socie en zijn familie, daar waren dus Hugenoten. En. Mede daardoor kwam hij op het idee om dat boek te gaan schrijven, *Rulers of Evil*. En hij is literatuuronderzoek gaan doen, tien jaar lang. Tien jaar lang de bibliotheken van Amerika afgegraast als een koe of een schaap. Een geschiedkundig boek van heb ik jou daar? Daar staan naar mijn ja, ja, er zijn geen fouten in. Ik heb er geen fout in kunnen ontdekken. En, ja, ik heb die PDF hier. Ik heb hem ook. Bedoel, samen met Jurk Gliesman heb ik een aantal hoofdstukken doorgewerkt. Ja, het klopt allemaal. Het is allemaal waar. De katholieke kerk die zit erachter. En wie het Duk weet daar niks van. En wel is hij dan journalist en uh, ja, schrijft allemaal verhaaltjes en heeft een mening over. Ja, maar waarop gebaseerd? Helemaal niks. Uh, die massale emigratie, uh, waar we nu de wrange vruchten van plukken, die is gepland. Ja, dat was een vooropgezet plan. Dat was altijd al de bedoeling. Hè, men wil toe naar een samenleving van alleenstaande mensen die, um, ja, die de groepsgedachten zoeken en verheerlijken. Dus een samenleving van individuen die niet individueel denken. Dus wat ze nodig hebben, dat zijn de, ja, mensen van gescheiden ouders. Of dat er nooit sprake is geweest van een huwelijk. Dus mensen die worden opgevoed alleen door hun moeder. Dat heeft de voorkeur alleen door de vader worden opgevoed. Dat, ja, dat is wat minder in hun ogen. Liefst alleen door de moeder. En dat die kinderen zo jong mogelijk uh, naar school gaan. En op school worden ze volgepropt met uh, propaganda. Met mijn dochter heb ik dat aan de lijve meegemaakt. Dus, uh, ik weet het precies. Mijn dochter was nog geen tien en toen kwam ze al met dingen als uh, ik ben feminist en mannen zijn dom. Dat zit er nu nog steeds in. Want als het matriarchaat gaat komt, dan uh, komt er wereldvrede. Dat is de katholieke kerk. Of de macht achter de katholieke kerk. Ja, ik heb een geschiedenis. De katholieke kerk, dat is geen geloofsorganisatie. Hun geloof is... Of hun daadwerkelijke geloof, dat heeft te maken met... Uh, Isis, Horus en Set of zo. Of Nimrod, Semeritas en Tammuz. Een heilige drie-eenheid in ja, verschillende personen. Kijk alles voor de mens uh, komt in drieën. Uh, daarom heeft de ruimte ook drie dimensies. En de tijd bestaat uit drie, namelijk het verleden, het heden en de toekomst. En uh, met de materie heb je dat ook. Ja, we hebben protonen, neutronen en elektronen. Dat is de materie uit opgebouwd. Maar de materie heeft ook drie. Weet je dat ook weer met een mooi woord? Uh, materie is oftewel vaste stof. of het is vloeibaar. of het is een gas. Ja, alles voor ons. Mensen komt door ons denkvermogen en ons denkvermogen kan alleen maar op een bepaalde manier in elkaar zitten. De wet van oorzaak en gevolg, bijvoorbeeld, die kunnen wij niet bewijzen, die zit in ons denken. En zo zit ook die, die drie eenheid van alles in ons denken. Nou, dat krijg je dan ook bij je besef. En in het christelijk Bijbelse dogma is het dan zo dat er één God is. En die God, die. Dat staat dan in, het, in Genesis 1. Ja, dat is heel bijzonder. En daarin staat dus dat die God zich zal openbaren aan de mens door zelf te verschijnen. En los daarvan dat die God ook staat voor de, dat noemen wij de Heilige Geest of de Trooster. En dat is dan de Geest onder ons die God eren. Dus de God erende mens die creëert als het ware een veld. En dat veld, of die participeert in dat veld. En dat is de Heilige Geest. En dat is dus voor ons de, de drie eenheid van God. Dus God is niet een buitenstaander. Nee, God heeft ook op deze wereld in de rondte gewandeld. En God is een geest onder ons. Die zich manifesteert en die dingen naar zijn hand zet. En dus als er. Dingen gebeuren die al te toevallig zijn. dan zal een christen zeggen. dat is de Heilige Geest die bezig is. Die komt ons helpen. En in die zin kan je zeggen dat God dus. uit de drie personen bestaat. in de zin van. dat een persoon niets meer betekent als een masker. Hè? Persona is masker. Dat is een Latijns woord. Dus de drie uh, hoedanigheden waarin wij God ervaren. Maar het gaat om één God. Die door ons in ons kenvermogen op drie wijzen wordt ervaren. Maar het gaat maar om één God. Dat is bijbels. En dat andere waar ik het over had, met Nimrod, Semeritas en Tammuz, dan gaat het daadwerkelijk over drie mensen. Dus niet personen, maar drie mensen. Dus God de vader, God de moeder, dat is Semeritas, en God de zoon. Dat is iets heel anders. Dat gaat terug naar Babylon. Geschiedenis. Echt heel interessant voor meneer Wiert Duk om zich daarin te verdiepen. Als hij dat nog aan kan op zijn leeftijd. Want hij is natuurlijk ook 60. hè. Ja, 59 nu nog, omdat het uh, september is. Maar over twee maanden is hij 60. Ik weet niet of hij zoiets nog aan kan. Dat, dat weet ik niet. ik weet van het boek van Frederik de sinds een jaar of vijf, van zes. Maar ik weet van de rol van de katholieke kerk vanaf mijn twaalfde. Toen ik twaalf was, wist ik dat de katholieke kerk dat daar wat mee is. En ik wist niet wat. Hè? Maar daar is wat mee. De katholieke kerk gaat in tegen de tien geboden, bijvoorbeeld. Namelijk het tweede gebod. En als je ingaat tegen één van de tien geboden, dan ga je in tegen de tien geboden. De katholieke kerk doet aan het knielen voor een beeld. Uitdrukkelijk verboden. Mensen worden daar gek van. Het katholicisme heeft in Nederland heel veel schade toegebracht. Dan kan je zeggen: ja, maar er zijn ook protestanten mensen die uh, ongelukkig zijn geworden. Ja, maar daar ken ik er niet zoveel van. Ik ken hem, een jongen die is protestant opgevoed. En ja, de hele kerk gebeurde dat zei hem dan op een bepaald moment niet zoveel meer. En hij wilde zielsgraag een relatie met een vrouw. En een gezin en dat soort dingen. En toen hem duidelijk werd dat dat in de Nederlandse maatschappij eh, niet kan, toen heeft hij zichzelf verhangen. Maar dat kwam dus niet door het protestantisme. Dat kwam door zijn wens, omdat hij graag voor een vrouw wilde zorgen, voor een gezin. En het zat er dus even niet in. Dat was zielig. Ja. Dat is heel naar voor die man. En het katholicisme, ja. De mensen die katholiek zijn opgevoed, die hebben een heel verwrongen beeld over het begrip geloof. Punt 1. En ze willen daar eigenlijk niks meer mee te maken hebben. De hele Bijbel vinden ze, oh nee, de Bijbel, oh nee, oh nee, niet de Bijbel, nee. Dat is erg. Want de Bijbel is het woord van God. Het is het meest bijzondere boek dat er is. En dat terzijde schuiven is, uh, ja... Ja, maar ik vind de Bijbel vind ik, uh, niet te geloven. Nou, is ook niet te geloven. Hoe kan nou in de Bijbel uh, gesproken worden over het getal 666? En dat we in de 19e eeuw tot de ontdekking komen dat dat de, het kenmerk is van het element koolstof. En dat de element koolstof dat is het basiselement van al dat wat leeft, waaronder de mens. en de mens die gelijk is aan een beest. Die mens is volslagen materieel. Dus dat is een verzameling koolstofatomen die de wereld naar zijn hand zet. Die mens, die materiële mens, die wordt geregeerd door zijn eigen constitutie en niet door de waarheid. Was dus vandaar dat Johannes in het jaar 80 of zo op Patmos kon schrijven, en dat, dat hier letterlijk van: uh, en dit is waarheid. Gaan we even bijpakken. Dus uh, Openbaring afstuk 17. Ik kan hem even opzoeken op internet, dan zou het getal 666 worden genoemd. Even kijken, het is dus erg door het boek Openbaring. Is een erg interessant boek. En hier kan ik het dus lekker niet vinden. Staat er een 18? Of staat er een 16? Ja, ik ben momenteel zoveel dingen aan het leren. Moet ik dan ook nog die teksten, uh, dat ik precies weet waar ze staan? Staat het dan? Nou, nu irriteert het me. Ik ga het er echt wel even opzoeken voor jullie hoor. In het Engels, in de King James, staat er dan uh, 603 score en 6. Waar staat die nou? Het was er echt 17? Nou, dan ga ik hem even zoeken op Wikipedia. Ja, los van het feit of jij nou gelovig bent of niet. Want, uh, de Bijbel is een, een heel bijzonder boek. Zoek ik in de King James online op 3 Score. Vind ik nou wat? Nummers, 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 nummers. O mijn Oude Testament. Jeetje, mijn kruikje. Niks. Om mijn Oude Testament. Jeetje, man. Het moet in het Nieuwe Testament. Laatste boek. Nog meer Oude Testament. Dat wil ik helemaal niet. Oh, Daniel. Nou goed, we schieten op. Revelation. En dat is dan Revelation 12. Dat is Openbaring, ja? Yeah? Oh, het is 13. Oh, ik zat fout. 13. Ja, hier heb je heeft al mijn voorlezen in het Engels. Klinkt hier ook mooi hoor. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast. For it is the number of a man. And his number is six hundred threescore and six. En in het Nederlands is die ook heel mooi vertaald. Het is vertaald uit het Grieks. Hè? Uh, zijn we? Vers 18. Hier is de wijsheid. die het verstand heeft. rekenen het getal van het beest. Oh, hier is de wijsheid. die het verstand heeft. rekenen het getal van het beest. Want het is een getal eens mensen. En zijn getal is 666. Ja, hoe konden ze dat weten? Hoe kon Johannes dat weten? Anders dan dat Johannes een. Hele. Ja. Lucky guess had. Noem eens wies. Dat hij nou ontzettend goed kon gokken. Waarom 666? Waarom niet de 933? 777. Waarom 666? Ja, wij weten het nu. Want dat is het kenmerk van koolstof. En mensen die. Zich in hun wijsheid niet laten leiden door metafysica, dus het goddelijke, dat zijn beesten. En hun getal is 666. Zo zit het in elkaar. En zo staan er in de Bijbel nog meer dingen die bijzonder zijn. Waarvan je je heel verwonderd kan afvragen hoe dit opgeschreven heeft kunnen worden. Anders dan dat het door de Heilige Geest gedaan is. Door een. Een intelligentie die de menselijke intelligentie overstijgt. En zover ja, verwacht ik niet dat wie het zou kunnen gaan. En hij blijft dan lekker kletsen over integratie en burgerschap. Een en probleem is dit en het probleem is dat. Ja. Het probleem is dat die immigratie in gang is gezet door die katholieke kerkjongens, of de macht die erachter zit. Dat zal hun worst wezen. Dat hele geloof, heel die kerkentoestand, dat heeft maar één doel en dat is een politiek doel. Ze willen een samenleving van individuen die groepsmatig denken. En dat zij gaan bepalen hoe er gedacht wordt. En als zij zeggen dat stikstofdioxide nu het probleem is, moeten wij dat allemaal geloven, ongeacht het feit dat het vroeger dan niet het probleem was. Het is nu wel het probleem, dus is het nu stikstofdioxide. En anders gaan we weer terug naar koolstofdioxide. <laughs> en in elk geval moeten de belastingen moeten omhoog. Want stikstofdioxide is het probleem. En een hele belangrijke in deze, en dat mag iedere journalist toch echt gaan uitknobbelen: die aanslagen van 11 september. Want als je het hebt over immigratie en gewelddadige Mohammedanen. Ja, ze hebben de schuld gekregen van de aanslagen van 11 september. Maar ze waren het helemaal niet. Ja. En hoe aardig is het van ons. om een hele. bevolkingsgroep, geloofsgroep. ergens van te beschuldigen. wat ze helemaal niet gedaan hebben? Nee, die mensen voelen zich zwaar gepakt. Onder de Mohammedaanse jeugd. hier in Nederland. moet je eens gaan enquêteren. moet je eens vragen. wie van jullie gelooft dat Osama Bin Laden het was? Ja, doe het eens. En dan zal je tot de ontdekking komen dat, die, dat je er geen één kan vinden: die dat wil beamen. Dat het Osama Bin Laden was. Geen één. Dat is wat ik gok. Ja, misschien eentje die dat voor de grap zegt om de boel te stangen. Maar die meent er geen donder van. Ik was laatst in de mediamarkt. en ik werd aangesproken door een verkoper. en die stond er met een of ander product. en dat was dan razendsnel internet. met tv en alles. En, en ik maakte die man duidelijk van ja, ik heb er helemaal geen zin in. Maar ik maakte wel even een praatje met hem. en er waren voor de rest het was heel rustig. Het was een dinsdagochtend in de mediamarkt. Het was toch geen hond. En ik had het met hem over tv. Ja, hij was een buitenlandse jongen, ik denk Turks. En ik zei dus tegen hem: van, ja, Ik kijk geen tv, want de tv, de, die mensen daar, die liegen. Ja. ja, zei hij, dat snap ik ook. Ik zeg: Dat verhaal van 11 september, geloof jij dat dat Osama Bin Laden was? Nee, zei hij. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee. Nou, laat meneer Wiereduk daar eens mee aan de slag gaan. Als je er toch wat aan wil doen, maak dan duidelijk dat uh, die Mohammedaanse jongeren die het weten dat uh, Osama Bin Laden het echt niet geweest is, dat die een stuk beter geïnformeerd zijn dan de gemiddelde uh, Jan met de pet en Mien met de plu hier in Nederland. Ik sprak een tijdje terug een Hollandse man, een jaar of veertig is hij al? Nee, bijna 50. Nou, hij was in de veertig, ja precies. En ik zei dus tegen hem, dat was zo Laden helemaal niet. Hij zei, maar uh, er zijn allemaal mensen al voor veroordeeld. Nou, ik heb maar niet tegen hem gezegd dat er nog nooit iemand veroordeeld is. Dat dacht hij dan ook maar even voor het gemak. Er is nooit iemand veroordeeld. Er is helemaal geen rechtspraak geweest. Dit is niets. Ga maar zoeken op internet. Welke rechtszitting is er geweest waarin dan de daders van 11 september uh, veroordeeld werden? Dat is helemaal niet gebeurd. Maar die man die dacht het wel en die man die denkt dat, omdat die aanslagen, dat is 18 jaar geleden, dus dat moet toch inmiddels allemaal opgelost zijn? Dat kan toch niet dat het zo lang duurt voordat er iets gebeurt? Daar zou je het over moeten hebben. En daar zou Wierd Duk wat aan kunnen doen. Maar ik zeg je nu dat als Wierd Duk in zijn fijne column in de Telegraaf, want daar schrijft hij voor, als hij dan begint over 11 september, en hoe belachelijk het is dat wij Nederlanders aan mas nog steeds geloven dat het Osama Bin Laden was met zijn 19 boze Mohammedanen. En dat dat duidt op uh, een nationale uh, massahysterie. En is de carrière van Wier Duk natuurlijk in één keer voorbij. En daar heb ik kritiek op. Wiert Duk zit even met een lekker salarisje, fijne kolomjes te schrijven en hij doet niks. Kijk, dan heb ik nog liever dat hij een uitkering neemt. Zodat het duidelijk is dat hij niets doet. In plaats dat hij stukjes schrijft in de telegraaf, iedereen denkt: Oh, nou, Wieert Duk, die is toch eventjes euh, lekker aan de slag. Hij zei uh, weer uh, getwitterd: Nou, even druk, druk, druk. Wieert uh, Duk, Duk, Duk. Ja, er zijn verschillende manieren om te liegen. De ene manier om te liegen van het liegen is dat je daadwerkelijk iets vertelt wat helemaal niet waar is. Nou, ja, daar zal je weer Duk niet over. Die zal je hem niet op kunnen betrappen. De dingen die hij zegt, die zijn wel degelijk waar. Het punt is: Hij heeft het niet over dingen waar je het ook over moet hebben. Plaats dingen in een historische context. Zeg het. Adolf Hitler, bijvoorbeeld, is aangestuurd door de katholieke kerk. Jozef Stalin ook. Uh, Churchill, Winston Churchill in Engeland ook. En Roosevelt, Roosevelt, hoe noem je hem ook maar? Roosevelt ook. Dus de katholieke kerk die zat vier partijen aan te sturen en heel Europa in zakkenas. Ja, heb het daarover. De Nederlandse regering heeft een concordaat getekend met het Vaticaan. Ja, wat staat erin? Dat mogen wij toch weten of niet? Wij zijn toch een democratie? Demos betekent volk? Wij zijn, toch, wij zijn toch zelf de baas hier in Nederland? Nou, wat staat er dan in dat concordaat? Een concordaat is een contract. Wat voor een overeenkomst hebben wij getekend met de katholieke kerk? En waarom is het Vaticaan niet een volledig lid van de Verenigde Naties? En zijn zij uitsluitend toezichthoudend lid? Ze mogen bij alle vergaderingen zijn, ze krijgen kopietjes van de notulen. Maar toen de nabestaanden van de volkerenmoord in Kroatië uh, dingen wilden als uh, genoegdoening, uh, toen kregen ze te horen op hoog internationaal niveau uh, dat de internationale rechtspraak uh, geen enkele zeggenschap heeft over de wandaden van het Vaticaan. Nou, je mag wel iemand aanklagen, maar die moet wel aan te klagen zijn. En het Vaticaan is niet aan te klagen. Kijk, daar mag meneer Duk mee komen. En dat doet hij niet. Hij kijkt wel linker uit. Het schijnt dat de Telegraaf nog 400.000 abonnees heeft. Nou, dat zijn 400.000 mensen die iets te doen hebben. Namelijk even bellen met de Telegraaf en hun abonnement opzeggen. Er zijn er 400.000 te veel. Wat mij betreft. En dat café hier gebeuren. Ik kijk het wel eens hoor. Het is een alternatieve media. Maar wat heb je hier aan? Als ze het er niet over hebben waar je het over moet hebben: Namelijk het Vaticaan. En wat achter zit. Donald Trump. Die, die heeft geen s'nachts te vertellen. Die doet precies wat het Vaticaan hem opdraagt. En het Vaticaan, dat, dat pompt Europa vol met mensen die hier niets te zoeken hebben. Zogenaamd zijn ze heel erg zielig en ze kunnen in de eigen regio niet opgevangen worden. Waarom? Dat weet geen hond. Eh? En zo wordt Amerika volgepropt op de, precies dezelfde manier. Met mensen die daar geen biet te zoeken hebben. En dan met name katholieke mensen. Mensen die, waarvan het, het metafysisch denkvermogen helemaal kapot gemaakt is met een gecorrumpeerde Bijbel. Als je de Bijbel neemt zoals die bedoeld is. Dan is die heerlijk, gelijkvormig, congruent met de verlichte werken, de werken van de verlichting, van Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche en Martin Heidegger. Dat zeg ik even. Die vier personen, auteurs, heb ik niet betrapt op een kritiek op de Bijbel. Behalve Arthur Schopenhauer, die gezegd heeft: van ja, dat verhaal van die wonderbaarlijke visvangst van Jezus, dat vind ik zielig voor de vissen. En daar zit een grap in, natuurlijk. Je mag er wel een grapje maken, of niet? Maar een gecorrumpeerde Bijbel. Dat is heel gevaarlijk. En dat hebben die katholieken gedaan. Ze, zijn, ze zeggen dat ze van de Bijbel zijn, maar dat zijn ze helemaal niet. In de Bijbel staat bijvoorbeeld: noem niemand op deze wereld je vader. Ja, en hoe wordt Gorge uh, Mario Bergoglio aangesproken? Ja, met de Heilige Vader. De Heilige Vader. En Donald Trump doet precies wat hij zegt, die uh, Heilige Vader dan. Donald Trump heeft ook gezegd: Gorge uh, Mario Bergoglio, ik vind het een hele aardige man. Yeah. Ja. Gorge Mario Bergoglio was hoofd van de Orde van de Jezuïeten in Argentinië ten tijde van de Vuile Oorlog, waarbij 30.000 Argentijnen van het wereldtoneel zijn verdwenen. En wat heeft Gorge Mario Bergoglio eraan gedaan? Helemaal niks. Omdat, toen hij hoofd van de Jezuïetenorde was, zijn er 105 priesters en nonnen van de katholieke kerk ook verdwenen van het wereldtoneel. Wat heeft Gorge Mario Bergoglio eraan gedaan? Helemaal niks. Want die betreffende priesters en nonnen die weg moesten. dat waren de priesters en nonnen die niet gehoor gaven aan het bevel van hoger af, vanuit de katholieke kerk. Waarschijnlijk had Gorge Mario Bergoglio dat bevel zelf getekend. Maar dat weet ik dan niet, hè? Maar daarin werd iedereen verordeneerd om zich terug te trekken uit de sloppenwijken en de arme mensen te laten verrekken. En 105 priesters en nonnen die zeiden, ja, hé, 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 dat doe ik niet. Want dat is strijdig met mijn geloofsbeleidenis. En ik laat de armen niet in de steek en ik heb een belofte afgelegd van armoede. Dus nee, ik ga lekker door met mijn werk. Ja, hebben ze bekocht met de dood. En die man wordt door Donald Trump, uh, een aardige man. Nee, is uh, wel een aardige man. Dat weet ik wel een uh, aardige man vind ik het. En dan weet je toch hoe laat het is? Sinds wanneer is de paus een aardige man? Nou, en dan zeg ik uh, naar jullie goed geïnformeerd te hebben over de geschiedenis. En misschien dat Wier het Duk hier uh, ook wat aan heeft. Dat hij denkt: van groep, zeg? Die perry. Nee, maar die weet veel. <laughs> zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus en dag lieverds.